Wanneer je die pangikaart maakt, trek je elkaar zodat het vierkant wordt. Want dan kan je kruisteken maken, handmatig. Textielbewerking is sinds jaar en dag een bezigheid van Maronvrouwen in het binnenland. Gewoon als hobby of als vrouw tonen dat je modebewust bent. De leden van vrouwenorganisatie Toemau, Twee Handen, hebben deze hobby omgezet in een succesvolle business. Te Brownsweg hebben ze hun mini-onderneming waar ze verschillende soorten textiel bewerken. Ik ben mevrouw Aluminadia. Ik woon op Wakibasu 1. Ik werk samen met Ayeri Lilian. We appliceren pangi samen, laken, banjakoto, kamisa. Ik ga nu een pangi tekenen, een effe tekenen om te appliceren. Mevrouw Nadia, wat was de interesse om dit werk te doen? We houden van handwerken. Vroeger gingen we handmatig pangis maken. Maar nu, met de moderne tijd, maken we nu met naaimachines. Het appliceren neemt 1 uur tijd om een pangi te appliceren. Het hangt eraf hoe. Met een koord of zonder koord. Wat is appliceren, mevrouw Nadia? Appliceren is het tekenen van je F en op een pangi stikken. Kan je alleen appliceren op een pangi? Niet alleen op een pangi, ook op een Afrikaanse print, een Javaanse print. Alle soorten stoffen, grondstoffen kan je appliceren. Dus je appliceert op pangis? Ja, ja. Maar los van het appliceren, wat doet u nog meer op die pangis? Want ik zie ook haakwerk en zo. Ik haak. Stik een kontatai. Dat is gewoon met een naald. Met handmatig doe je dat. Voor die kontatai heb je misschien als je met 3 verschillende karen gaat steken, dan heb je die 3 nodig, maar het blijft over. Dat u bij de overheid werkt en na het werk bent u bezig met appliceren. Jawel. Hoe ziet uw dag als het ware eruit? Hoe deelt u uw dag in? 'S Morgens wanneer ik opsta, ik maak me klaar, dan ga ik naar het werk. Na het werk, na 3 uur, wanneer ik thuis ben, dan kook ik. Na het koken, eet ik, dan begin ik met appliceren. Misschien 2 uur, 3 uur, dan moet ik weer andere werkzaamheden gaan doen. Dan stop ik met appliceren voor die dag. Dan is het de volgende dag weer. Waar heeft u dit werk leren doen? Ik heb het van mijn zus geleerd. Zij is aan de overkant. Ik zag het bij mensen. Zo dacht ik van, oké, mijn zus doet dat ook. Ben ik er gaan vragen. Hoe lang doet u dit werk al? Ik ben al 16 jaar bezig, ermee. Dus als ze u middernacht wakker maken en vragen om zoiets voor ze te maken, dan maakt u het blindelings? Jawel. Ik maak soms kleine lapjes, kleine tafeldoekjes zonder tekening. U zei dat een pangi 1,5 dag in beslag neemt. Ja. En hoe staat het met de laken? Hoeveel tijd neemt dat in beslag? Hoe ik werk, dan neemt het een dag. Maar als ik niet werkte, in de weekend, dan is het 2 tot 3 uren.
Jawel. Ziet u een verschil tussen uw panjes en dat van de andere mensen die ook appliceren? Geen echt verschil. Verschil is dat de tekeningen zijn verschillend. Ik zie verschillende tekeningen, mevrouw Nadia. Je hebt bloemen, je hebt figuurtjes en zo. Hebben die tekeningen allemaal een betekenis? Zo. Ik teken niet met betekenis. Hè. Ik teken wanneer ik gewoon denk van, hé, hey, zo is het, moet ik tekenen. Dat teken ik het gewoon. Je tekent verschillende modellen? Jawel. Is het wat de klant vraagt of is het uit eigen initiatief? Ik teken uit eigen initiatief en ook wat de klant vraagt. Ik ga opnieuw op een pangje zetten. U heeft getekend. Jawel. U heeft het nu op een pangje gezet. En wat is de volgende stap? Dat gaan we appliceren. Steken wordt er geappliceerd op een pannie? Met zigzag en machinesteek. Met zigzag kan je met kort een steken, dat is dit, of breikaren, zoals dit. En machinesteek, dat is zonder kort. Welke is veel gevraagd? Beide zijn worden veel gevraagd. Je hebt mensen die van pannies met machinesteek houden en mensen die van pannies met kort houden. Wanneer ze klaar is met appliceren, ja. Er wordt de restantstof dan weggeknipt? Jawel, er wordt de restantstof geknipt, zodat het een beeld heeft van de tekening. En wat nog verder? Nu is het ten verkoop. En wat kost zoiets? Dit kost 100 met machinekaren, zonder een koord of zonder koud koord. Kost 100 SRD. Met koudkoord, die koord daar, kost 130. Ja. En van die lakens heb je vanaf 200. Het hangt ervan af hoeveel het geappliceerd is. En als je eenmaal klaar bent met appliceren, ja? Is het zo dat je na die lijm moet plakken erop dat het zo blijft? Nee, het hangt ervan af welke pangie je maakt. Bij deze pangie hoef je geen lijm te zetten. Wanneer je knipt, ben je al klaar. En bij welke panjes gebruik je wel lijm? Dat is echt geen lijm, maar om het mooier te maken, dan gebruik je die klitterpen. Om het te klitteren, om het mooier te maken. Net als het hier is. Ja, hier. Dan maak je het mooier met klitterpen. Maar niet om het te lijmen, om het te plakken. Maar om het mooier te maken. Maar tijdens het wassen, gaat het dan niet los? Nee, helemaal niet. Totdat het scheurt. Dit is asapim. Je trekt die karen, wanneer je die asapimpangie gaat maken, trek je karen zodat het vierkant wordt. Want dan ga je kruisteken maken, handmatig. Wanneer je klaar bent, dan ga je haken. Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Bij sommige mensen 2 weken, als je niets anders te doen hebt. Bij sommige mensen een maand. Bij sommige mensen 2 maanden. Je kan zoiets op gewone pangie doen, maar dan moet je die karren ook trekken om een vierkant hokje te maken. Zodat je het kruisteken kan maken. En dat neemt tijd in beslag? Jawel, neemt veel tijd in beslag. Welke pangie is deze? Deze pangie is Goontatai. Wat betekent Goontatai? Goontatai betekent gewoon... Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, hoor. Maar het is gewoon een culturele pangje van ons. Wat je maakt, je tekent het. Dat maak je het handmatig.
En dit neemt soms 2 weken. Sommige mensen 3 dagen, als je niet veel werk hebt. Waarom zou de klant voor uw panjes moeten kiezen? Als we kijken naar die figuurtjes, waarom zou men dan kiezen voor uw panje? Zo, ik appliceer mijn panjes en ik knip ze netjes. Want als het los knipt, dan wordt het panje helemaal los. Dus ik knip ze netjes zodat het niet los gaat. Ik appliceer kwaliteiten panje, vandaar dat de klant voor mijn panje kiezen. Welke voorzieningen zou de overheid voor u kunnen treffen als mini-ondernemer? Voor ons als mini-ondernemer moet de overheid fondsen voor ons creëren om leningen aan te vragen. Want soms zit je vast, je kan je machine misschien niet naar de service brengen. Of je wil een nieuwe naaimachine kopen, dan kan je een lening aanvragen met een zakte leen en een rente om terug te betalen. Wat zijn uw toekomstplannen, mevrouw Naja, als we kijken naar uw business? Mijn toekomstplannen zijn dat ik uitbreid, meer producten en ook kan exporteren naar het buitenland. Want voor mij is het een bijbaan, maar voor mijn zus is het haar baan. Wanneer er beurzen zijn, doe ik mee en ik promoot mijn pangies. U volgt geen trainingen? Vroeger wel, maar nu niet meer. Vroeger heb ik wel trainingen gevolgd, hoe je die prijzen moet berekenen en dat soort dingen, maar nu niet meer.